Het lang verwachte nieuwe seizoen van The Bachelor staat op het punt van aftrappen, met alle kandidaten en presentatrice Monika Geuze weer veilig terug in Nederland na een avontuurlijke reis naar Zanzibar voor de opnames. Ondanks de betoverende beelden die ongetwijfeld zullen verschijnen, deelt Monika in de Geuze en Gorgels podcast dat de opnamelocatie niet altijd zo idyllisch was als het lijkt. Terwijl Monika en de rest van het team enkele weken op Zanzibar doorbrachten, bleek het eiland niet het paradijs dat je zou verwachten. Met een mix van humor en eerlijkheid vertelt Monika aan colseo de host KJ Gorgels over haar ervaring, met alle respect, het is echt een verschrikkelijk eiland. Je hebt een mooi strand, punt. Voor de rest is het gewoon vloeibare nadigheid daar. Het is niet normaal. Ze beschrijft de luxe resouts die er zijn, maar onthult ook de minder glamoureuze kant van de opnames, waarbij ze s'nachts in geblindeerde busjes naar de resouts moesten om vervolgens dagenlang binnen te blijven voordat ze weer vertrokken. Niet alleen werd het romantische avontuur getekend door de uitdagende omgeving, maar ook door een virus dat het eiland teisterde tijdens de opnames, bekend als de Red Eye Disease of Bindvliesontsteking. Terwijl meerdere crewleden besmet raakten, bleef Monika gelukkig gespaard van deze ongemakkelijke aandoening. Ze deelt zelfs een schokkende foto van de eindredactrice die zwaar getroffen was door het virus, waardoor de inzet van het team des te bewonderenswaardiger lijkt. Met nog anderhalve week te gaan tot de start van het romantische spektakel, waarin niet één, maar twee begeerlijke vrijgezellen op zoek gaan naar de ware liefde, stijgt de anticipatie. Zal een van de gelukkige dames het hart van Paul weten te veroveren, terwijl een andere dame misschien de charmes van Rien weerstaat? De Bachelor belooft wekelijks een dosis romantiek en spanning en is vanaf donderdag 7 maart exclusief te streamen op Videoland. De vraag blijft, wie zal de ultieme roos ontvangen in dit avontuur vol wendingen en verrassingen? Wij kunnen niet wachten.